Niet thuis achter het fornuis met kerst, maar een vijfgangen diner gewoon ophalen. Het is een trend deze coronawinter waarin restaurants vanwege de lockdown geen gasten mogen verwelkomen. Normaal zouden we nu druk in de voorbereiding zitten voor de kerstbrunch en daarna overgaan naar het kerstdiner. Dus ja, heel anders dan hier dan tussen de dozen te moeten staan, ja. Tussen de dozen, bakjes, tassen en kratten. Want bij restaurant Naline in Zuidwolde kun je dit jaar het kerstdiner alleen afhalen. Ja, gek, dubbel. Het is fijn dat dit nog mag. Maar als je ons allemaal vraagt, dan zijn we liefst gewoon met de gasten bezig. Dus ja, het is uit nood geboren. Ja. De wijn wordt niet uitgeschonken en de tap blijft dicht. Maar de keuken draait op volle toeren. Al koken ze niet zoals normaal. Ja, het is volledig anders. Wij moeten dit jaar 1100 mensen voorzien van een maaltijd. Maar dat buitenshuis, dus dat is voor ons compleet anders. Het menu is een samenwerking van de chefs van Naline, het Schippershuis in Hoogeveen en vakantiepark Westerbergen in Echten. Ze kennen elkaar van vroeger. Ze moeten het zelf thuis afmaken, ja. Ja, wij bereiden het zoveel mogelijk voor. We doen er ook een beschrijving bij. En dan kunnen de mensen thuis vrij eenvoudig afmaken. Deze Wellingtons gaan dus niet hier de oven in, maar thuis. En dan, aan tafel. Ja. Toen het kerstmenu bekend werd, stond de telefoon direct roodgloeiend. Drenthe lijken dit jaar massaal te gaan voor afhaal. Ja, we gaan zeker kerst vieren, met lekker eten erbij. Normaal zijn we altijd op wintersport, dus daarom maken we er wat speciaals van. Het personeel is het helemaal eens, het mag zo snel mogelijk weer normaal worden. Want gastvrijheid op afstand is verdomd lastig. Het is verschrikkelijk dubbel, hè? Normaal gesproken. Dan serveren we het eten uit, dan wil je de mensen een leuke dag geven hier. En nu geef je het mee naar huis en geef je het eigenlijk uit handen. Ja, dat je de beleving, echt de beleving, dat je mensen ziet genieten. Ja, dat is gewoon leuker. Je ziet je gasten en je kunt je gasten gewoon beter bedienen. Ze komen blij binnen en ja, ze mogen eigenlijk nog blijer weg. Ja, dat is het mooie van de horeca. Nou, dank je wel. Ja, dank je wel. Jo, dag. Tot ziens.